Hallo, ik ben Josse van CVTV en we zijn nu bij Speeltuin Varkenoord. Hallo, ik ben Josse. En wie bent u? Ik ben Vasco. Wat doet u hier voor werk? Ik ben sinds een paar weken ben ik hier penningmeester geworden bij de speeltuin. En wat is precies een penningmeester? Dat houdt in dat ik de financiën beheer. Dus alle uitgaven, alle snoepjes die gekocht worden, dat gaat via mij. Wat is de reden dat u penningmeester bent geworden? De animo om vrijwilligerswerk te gaan doen, zien wij dat afneemt. Dus op het moment dat er een bestuurslid zegt van ik leg mijn functie neer, ja, dan zou er toch iemand op moeten staan om die functie te gaan vervullen. Want anders heb je geen volledig bestuur en kan je niet draaien. Was er dan sprake van dat deze speeltuin ging sluiten? Nee, er is geen sprake van sluiten. Zover is het gelukkig niet. Maar er moeten wel voldoende bestuursleden bestaan om een bestuur te kunnen vormen. Vindt u het wel leuk hier zo? Ja, daarom heb ik het juist gedaan. Ik wil niet dat een speeltuin als deze, dat stopt. Weet u hoe lang deze speeltuin bestaat? Naar mijn weten al meer dan 30 jaar. Dat is wat ik zover heb terug kunnen vinden. En waarom bent u voor dit gaan kiezen? Dat mijn eigen kinderen hier ook altijd kwamen. Mijn oudste zoon kwam hier en nu heb ik mijn dochter elke keer bij me. Dus we wonen ook in de buurt en de merendeel van de kinderen die hier zijn, die kennen wij ook. Ik ben Josse. En ik Sjaap, oké. Woon je hier dichtbij? Ja, ik woon bij Sportsingel. Kom je hier vaak? Eén keer in de twee weken of zo. Vind je het hier wel leuk? Ja. En waarom? Ja, gewoon lekker spelen. Wat vind je het allerleukst? Dit ding. Wat is dit voor ding? Een trampoline. Kom je hier ook soms met vrienden? Ja, ik heb nu eentje bij me. Spelen jullie ook vaak samen hier zo? Ja, we spelen elke dag samen. Springen zo leuk? Ja, je kan salto's doen en ja. Ja, je kan lekker salto's doen. Hebben wij nog activiteiten? Ja, er is op elke woensdag is er Crea. Binnenkort is de Vaderdag Crea. We hebben op vrijdag hebben we jongerenwerk, dus van de Stichting Jongerenwerk. En die hebben hun eigen activiteiten, los van de speeltuin. Nou, wanneer is de speeltuin open? Die is elke dag open van 10 tot 5. Lidmaatschap voor een jaar, zodat de kinderen gewoon het hele jaar kunnen spelen, is €10 per jaar. Losse dagkaartjes kennen ook voor mensen die niet hier wonen, maar wel een keer willen komen. Dat is een kwartje per entree.